Goedemiddag. Max Verstappen is natuurlijk teleurgesteld door zijn uitvalbeurt in Australië. Maar als een complete verrassing kwam deze DNF niet. Verstappen wist voorafgaand aan de race al dat er iets niet helemaal in orde was met zijn auto. Als Verstappen bij de microfoon van Sky Sports gevraagd wordt of het sleutelen van de monteurs vlak voor de race iets te maken had met het probleem, antwoordt hij het volgende. Ja, ik wist dat er een probleem was. Het was daarom altijd een vraagteken of ik de race zou finishen. Verstappen hoopt echter wel dat zijn team de problemen snel weet op te lossen, want op deze manier ja, wordt het vechten voor het kampioenschap een onmogelijke opgave. Dit soort dingen mogen niet gebeuren als je mee wil vechten voor de titel. Of de oorzaak van de uitvalbeurt al eerder de aandacht heeft getrokken van Red Bull, zegt Verstappen niet te weten. Dat weet ik niet. Ik heb de auto gewoon stilgezet en deze moet nu terug naar het team, dan zullen ze het onderzoeken. Volgens de adviseur van het team, Helmut Marco, moet Rebel aan twee grote problemen werken om zich weer volledig te kunnen mengen in de strijd met Ferrari. Dat zijn de betrouwbaarheid en het gewicht van de RB18. Ja, die hebben allebei nu de hoogste prioriteit. Maar hij heeft ook goed nieuws: er komen updates aan voor de komende race in Imola en de Grand Prix daarna. Hopelijk kunnen we dan dichter bij Ferrari komen. We zijn op dit moment 10 kilo zwaarder dan Ferrari. Wat rondetijd betreft praat je dan al over een verlies van 3 tiende. En Fernando Alonso is na eigen zeggen sprakeloos na een weekend vol pech. Hij leek de snelheid te hebben om voor podium te vechten, maar eindigde uiteindelijk buiten de punten. Ver, heel erg ver buiten de punten. De tweevoudig wereldkampioen was tijdens de kwalificatie op weg naar een startplek ergens op de eerste twee startrijen... ...totdat hij door een mechanisch probleem plotseling in de muur belandde. Nou, Alonso moest zodoende tekenen voor een tiende plek, maar hoopte met een alternatieve strategie alsnog zijn weg naar voren te vinden... De Spanjaard ving de race aan op de harde band en liet een veelbelovende racepace zien. Maar goed, een safety car na de crash van Sebastian Vettel gooide flink het roet in het eten. Alonso stapte noodgedwongen over naar de mediums, maar had op deze compound toch wel moeite met het produceren van competitieve rondetijden. Alonso moest daardoor voor een tweede keer naar binnen en eindigde daarom ook buiten de punten. Alpine leek een betere pace te hebben dan Mercedes en met George Russell op het podium, ja, weet Alonso dat er meer in had gezeten. Ik ben een beetje sprakeloos. Als we ons als derde of vierde hadden gekwalificeerd... hadden we met de uitvalbeurt van Marks en de derde plek van George Russell... op het podium kunnen staan. Ik denk dat we dit weekend wat sneller waren dan Mercedes. Er is hier een mogelijkheid verloren gegaan. Maar goed, nog twintig races te gaan. En bij een aantal heb ik vast meer geluk. Al dus Fernando Alonso. En dan sluit hem af met een probleem waar jij misschien ook wel last van hebt gehad. Want vrijwel het gehele raceweekend was de hashtag... ViaPlaySportNL-trending op Twitter... In ja, het geval van ViaPlay betrof dit vooral veel kritiek. Hoewel klachten over de beeldkwaliteit niet nieuw zijn, dook er op dit vlak weer dit weekend een nieuw probleem op. Want ja, veel mensen kregen te maken met blokjes beeld of zagen voornamelijk groene vlekken op hun scherm. Nou, bij sommige mensen was dit probleem zo erg dat ze de race niet eens normaal konden kijken. ViaPlay heeft ook gereageerd op deze berichten en zei dat, uh, dat ze de app maar opnieuw moesten opstarten of dat men maar contact moest opnemen met de helpdesk. Goed, had jij hier ook last van? Of kijk je via een andere dienst. Laat het weten in de comments hieronder. En dan zie ik je morgenochtend weer bij een gloednieuwe GPF's Nieuws. Tot dan. Hoi.